Ja, het gaat echt goed. Je zit nog steeds een beetje op een roze wolkje na afgelopen donderdag, volgens mij. Nou ja, mijn album is roze en ik zit ook op een roze wolk. Ja, ja. Dat klopt. Nee, dat lijkt wel zo, ja. Want toen is het album gepresenteerd in Groothuis in Emmen. Jij dacht van, ik ga eens een keer iets anders doen dan een gemiddelde cd-presentatie. Heb je wel wat lef voor nodig, want je hebt gewoon je bent het podium opgeklommen met je band en je hebt eigenlijk gewoon praktisch dat hele album dan live gespeeld voor de eerste keer. We hebben het live het album gespeeld, we hebben nog wat andere leuke dingen gedaan ook en ja, het was een hele mooie avond met een hele fantastische mooie zaal, gezellige zaal, sfeervol in Groothuis, zaal Groothuis in Emmen. En ik kwam met een Cadillac aan. We hebben het een beetje in de stijl gehouden, zeg maar, waar mijn clips ook in zijn en mijn muziek. Dus nee, de mensen vonden het echt allemaal heel leuk. Ik heb heel veel positieve reacties gehad. Ja. Ook op het album ook. Ja. Mensen ja. vinden het album ook helemaal geweldig. En ja, de clip die daarbij hoort bij Julie, dat is... Bij de nieuwe single, krijg heel veel reacties daarop. Ja. Ja. Hey, maar toch, wat ik net al zeg, het is niet zomaar iets. Hè. Je hebt dan, voor jou is het werk niet nieuw, want je hebt dan maanden gewerkt aan die nieuwe liedjes in de studio. Uh-huh. Maar dan is op een gegeven moment het moment daar om het aan de buitenwereld te geven. En dan doe je dat ook gewoon gelijk op de dag dat zo'n album uitkomt. Niemand heeft die liedjes nog gehoord. En dan krijg je toch voor elkaar om een zaal vol te krijgen en iedereen die aandachtig naar die nieuwe liedjes luistert. Dat is wel stoer. Nou ja, weet je, de mensen gingen ook echt enthousiast tekeer op de liedjes. En dat was voor mij natuurlijk heel verrassend. Je zag gewoon echt zelf dat de hele zaal ging echt los. Eigenlijk vanaf de eerste minuut al eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, de eerste minuut werd dan ook gelijk... De opening van de avond was dan ook tegelijk met het titelstuk van het album. Het album This Is Me, dat dus afgelopen donderdag gepresenteerd werd. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Ja, en dit is dan even zo'n tipje van de sluier. Het titelstuk, This Is Me. If you can take me as I am. Ik krijg er al helemaal een beetje het Grease-gevoel van, Bouke. Dat zit er een beetje in, hè? Grease, Happy Days. Ja, het is wel... Maar toch wel met een hip tintje. Ja, het is wel van deze tijd. Het is wel zo gemaakt dat je het gewoon in deze tijd kan draaien. Het is niet zo dat het gedateerd is. Nee, maar het heeft wel een authentieke sfeer. Ja. En ik denk dat het heel goed gelukt is, ja. Ja, nou, nou hadden we natuurlijk al die eerste single, Come a Little Bit Closer. Julie is nu een week of twee, drie uit. Nou, nu heb ik het titelstuk laten horen, This Is Me. Dus dan hebben we al een beetje een idee in welke richting het album gaat. Maar toch, ik dacht, ga mij het ook schelen. Ik prop gewoon het hele album even in anderhalf minuut. Dat we even een idee hebben hoe het hele album klinkt. Vind je het goed? Ja, is goed. Oké, komt-ie. Ik denk, dan doe ik het ook gewoon chronologisch. Het hele album en overal knip ik even 10, 15 seconden uit. Dan hebben we meteen een indruk. Ja, dat is een goede indruk, denk ik. Bedankt voor je komst. Ja. Ja. Hey, maar This Is Me, zo heet het. We hebben nu in anderhalf minuut gehoord hoe het zo'n beetje klinkt. Het zit natuurlijk een beetje in dat rock-and-roll hoekje. Ja. Met de koppeling This Is Me, kortom. Dit is de echte Bouke.
Dit is de echte Bauke, ja. Rock'n'Soul is het gewoon. Rock'n'Soul, dat is de kreet. Dit gewoon echt... Bauke is gewoon... als je het album hoort, het is gewoon echt een Bauke-album geworden. En het gewoon dat je jezelf moet zijn. En dat je dan op het podium ook de mensen blij kunt maken. Ja, maar... Als je door dit album, dat mensen dat ook nu gaan zien. Dat mensen gewoon echt zeggen van... Kijk, hij heeft toch meer in zijn mas. Ja. Ik bedoel, heb ik dit album geschreven... meegeproduceerd samen met Maarten Sterke. Een van de grootste talenten uit de Noorden, moet ik eerlijk zeggen. En ook zelfs bij de clips meegeregisseerd. Ik heb ook bij het artwork samen met Martin Media... heb ik gewerkt aan de hoes, aan de albumhoes en alle foto's. Er is geen vezeltje aan jou ontsnapt, hè, voordat het er is echt helemaal niets aan mij ontsnapt. En ik vind het ook wel fijn, weet je wel. Want ik vind over alles wat je uitbrengt... moet je gewoon echt compleet achterstaan. En alles wat ik tot nu toe heb uitgebracht, in dit afgelopen jaar dan... sta ik echt 100%... Nou, eigenlijk 200% achter. Ja. Nou, ja. Een van de meest opvallende dingen die erop staat... en daar hoort ook wel een mooi verhaal bij... dat is Shananana. Misschien net in de albumcompilatie hebben mensen het wel herkend. Maar dat was dus inderdaad Shalali Shalala van Sieneke. Ja, dat klopt. Hoe is zo'n liedje en dan in zo'n versie op dat album terechtgekomen? Want het zou nu niet 1, 2, 3 iets zijn wat ik bij jou voor me zou zien. Nou ja, ik ben dus 7 jaar geleden ben ik gevraagd om aan het Songfestival mee te doen. Dat was toen met Shalali, hè? Ja, dat was met Shalali Shalala. Toen werd het liedje uitgebracht. Geschreven door Pierre Cardin. En op dat moment had Gordon mij gevraagd. Die zou dus mijn mental coach zijn, worden. En we hebben er op een gegeven moment hebben we besloten om het niet te doen. Omdat het liedje gewoon niet in mijn repertoirekeuze viel en gewoon niet bij me paste op dat moment. Dat kan, dat is niet erg. Dat kan. En toch heb ik mij in die 7 jaar wel zo ontwikkeld... om gewoon toch muziek naar mijn eigen hand te kunnen zetten. En vooral met dit album dan. Met dit album heb ik toch wel een klein beetje een soort punt gemaakt van... dit ben ik. En dit soort muziek maak ik. En op een gegeven moment is daar ook Shananana bij gekomen. Ja, want hoe zit dat dan? Je zegt net wel, 7 jaar geleden kon ik niks met dat liedje... Nee. Niet meegedaan met dat Songfestival. En dan toch, dan gaat er een paar jaar overheen. En dan gaat er ineens toch een lampje branden bij of zo. Dat je denkt, frek, het is eigenlijk toch een heel leuk liedje. Hoe werkt zoiets? Op een gegeven moment is het singer-songwriter is op een gegeven moment in het leven geroepen. Huh? Dat werd op een gegeven moment heel populair. Mm-hmm. En toen ik op een gegeven moment... Ik weet nog dat ik ooit naar een programma keek van Giel Beelen. Dat was toen op televisie met singer-songwriter. Mm-hmm. De beste singer-songwriter van Nederland, geloof ik. Mm-hmm. En toevallig zat ik met mijn gitaar in mijn hand. En ik zag dus op een gegeven moment dat liedjes helemaal vervormd werden. Ja. Zeg maar. En omgetoverd werden naar een eigen stijl. Ja. En gek genoeg pakte ik het liedje van Shalali Shalala ineens weer terug. Ah, en toen dacht jij van, wat gebeurt er als ik daar dat draaiorgel uitsloop? En, Nou, wat gebeurt er als het gewoon een hele segment verandert van het liedje? Want het liedje is natuurlijk bedoeld om heel vrolijk te zijn en echt... Weet je, echt springerig van shalali, shalala, weet je. Mm-hmm. Ik denk, wat gebeurt er als je op een gegeven moment dat lang maakt en gevoelig maakt? En dat je shananana, shananana, dan wordt het ineens een heel ander segment. En ik heb dat toen op de gitaar heb ik dat bewerkt en de tekst geschreven ervoor. En ik heb dat toen wat mensen laten luisteren en die waren meteen echt helemaal om. Die zeiden meteen van, dit herkennen we niet weer terug. En ik heb er wel zeker een jaar mee gelopen met het liedje. Ja, en uiteindelijk staat het nu op het album bijna onherkenbaar, zou je kunnen zeggen. Tenminste, als je het vergelijkt met de versie van Sieneke. Ondaan van draaiorgels en andere showballet dingen. En als je het dan in een boukenjasje gooit, nou, dan klinkt het als volgt. I still remember the song when I saw you the first time on that summer night. There was a party going on while I watched you dancing in the moonlight. A song I've never heard before. Our shadows closer on the floor. A song that made us dance and started a romance like never had before. It goes. Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na, I'm lying. And slow the music down. Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na. That's why I'm singing a song. Nog steeds in de studio. Bauke, je hebt wel goed aan je zin, hè? Hier zo. Echt wel. Ja. Het is hier gezellig.
blijf het wel bijzonder vinden dat je bent hier al heel vaak geweest en dat je dan toch presteert om nog verkeerd te rijden. Maar goed, dat zal ik je tot in de lengte van jou dat nadragen. Dat ligt niet aan jullie hoor, dat ligt aan mij. Zo is het. Ja. Het nieuwe album This Is Me, we hebben er zo straks al twee liedjes van gedraaid. Is dit nu, dat is dan ook zo'n vervelende verplichte vraag, maar is dit echt een beetje de richting waar je het in gaat zoeken de komende tijd, de toekomst? Ja, ik... Kijk, je hangt natuurlijk wel. Ik vind wel dat het altijd een beetje afhangt ook van de fans. En van de mensen die het leuk vinden op de radio. En mensen die je plaatjes gaan kopen. En daar hangt het natuurlijk altijd een klein beetje van af. Mm-hmm. Want ik bedoel, ik kan natuurlijk wel de muziek gaan maken die ik zelf heel leuk vind. Maar ik ben nog altijd artiest. En ik probeer altijd nog mensen blij te maken. En als ik met deze liedjes de mensen niet blij zou kunnen maken. Ja. En dan zou ik toch moeten nadenken om toch misschien iets andere elementen eraan toe te voegen. Maar ik denk wel dat dit is wel hetgene wat ik leuk vind en wat ik lekker vind om op het podium te doen. Ik denk dat ik daar heel veel mensen mee blij kan maken. Ja, ik bedoel, als ik kijk wat daar donderdagavond in die zaal gebeurde op de presentatie, dan hoef je daar niet zo druk om te maken. Dan mensen die niks vinden. Ik heb ook echt heel veel reacties gehad van fans. En ook van mensen die heel... Kijk, ik vind fan ook altijd zo'n moeilijk woord. Want wanneer ben je echt fan? Muziekliefhebbers, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En er zijn zelfs mensen bij die dus mij heel erg waardeerden in het Nederlandstalig. Mm-hmm. En die nu toch tegen me zeggen van ja, ik vind dit toch wel heel mooi wat je nu maakt. En dat respecteer ik heel erg. Weet je? Je me toch heel blij mee. Inspiratie kan zomaar ineens komen. En inspiratie was een beetje weg. En op een gegeven moment vorig jaar toen zat ik ineens vol met inspiratie. En vol met energie. En geen idee waar dat vandaan kwam? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik kreeg ineens weer die drive om toch iets leuks te maken. Want ik heb echt heel lang met Martin ook in de studio gelopen. Dat ik heel wispelturig was. En gewoon... Zoeken? Ja, zoeken naar iets. En Martin wist het ook niet helemaal. En ik wist het niet helemaal. En op dat moment was het gewoon heel moeilijk om samen te werken ook. En ineens kwam ik daar in de studio en liet ik Martin wat horen. En het ging ineens echt vanzelf. We waren gewoon zo ineens 10 liedjes verder. En toen moesten er nog 2 geschreven worden, geloof ik. Dus we hadden eigenlijk het hele album al klaar. En hebben we echt bijna een jaar mee bezig geweest. Lijkt me wel leuk als je dan allebei even niet zo goed weet. En je hebt dan toch op een gegeven moment een bepaald idee. En dan is het echt van... die kant moet het op. Ja, dat is heel bevrijdend, heel bevrijdend. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook heel veel met Martin in de studio gejamd. Weet je, gewoon samen lekker de muziekinstrumenten erbij gepakt. Er kunnen ook mooie dingen uit ontstaan, toch? Daar ontstaan de mooiste dingen uit. Ja. Maar we hebben gewoon ook heel veel dingen samen bedacht. Lijntjes die in de muziek zitten. Kijk, ik vind nogmaals, Martin vind ik gewoon echt een supergroot talent. En wat ik ook zo leuk vind is dat ik gewoon nu na al die jaren gewoon weer bij Martin terechtkom. En dat ik een van mijn beste albums heb gemaakt. Ja. Want ik vind het de beste album wat ik ooit heb gemaakt. Dat meen ik echt. Zo is het. Je kunt er trots op zijn. We gaan er hier bij Radio Continu gaan we er lekker mee bezig de komende tijd. Ja. Deze week is het de album van de week. Dus elke dag rond 12:15 draaien we een track. We gaan het volop uitdelen tijdens de spelletjes en dat soort dingen. Nou, we gaan je ongetwijfeld wel weer tegenkomen op onze podia. Als we weer een feestje te vieren hebben. Maar weet je, het uitzicht ook in de clips natuurlijk. Hè? Want dat is ook zo mooi. Ik heb bijvoorbeeld een half jaar geleden de clip Come a Little Closer gemaakt. Clip. Het was meer een speelfilm. Het was meer een minifilm. Ja. En, maar daar kreeg ik echt heel veel goede reacties op. En ook bij dit liedje, bij Julie. Deze loopt eigenlijk nog harder als dat Come a Little Bit Closer in de eerste weken liep. Weet je, deze wordt nog meer gedeeld, geliked door mensen op Facebook. En dat doet je als artiest gewoon heel erg goed. Daar doe je het voor. Ja, en dat is natuurlijk ook weer zoiets. Hè? Die nieuwe clip die ging daar dan afgelopen donderdag op die albumpresentatie ook in première. Toch ook wel weer een spannend moment. Maar ik stond ook in die zaal en ik hoorde ook echt wel gegniffel om me heen. En wel van haha, want het is best een humoristische clip geworden. Ja, mensen leven mee en dat vind ik ook zo leuk. Ja. Weet je, dat vind ik echt, dan weet je gewoon van dit heeft gewerkt. Ja. Dit grapje heeft gewerkt in de clip. Ja. En dat moment waarbij je dat gevoel wil, dat werkt gewoon. En dan zie je gewoon dat het een soort puzzel is die in elkaar gezet wordt. Ja. Nou, het is de nieuwe single, Julie. Ik had een clip in mijn hoofd en ik zag het gewoon helemaal voor me. En, je werkt eigenlijk andersom. Je hebt eerst een clip in je hoofd, dan ga je het liedje op. Ik heb eerst een clip in mijn hoofd, dat liedje pas. Oké. Okay. Nou, het liedje Julie dus is de huidige single van Bouke. Nou, we gaan je weer volop tegenkomen de komende periode. Dank kan maar niet anders. Dank je wel. Hartstikke goed dat je er even was. Dank je wel. En heel veel succes met het album en met de single, hè? Laat de zon maar schijnen, niet? Zo is het. Nou, dan moet er nog wel wat gebeuren. Maar dat komt vast goed. Hey Bouke, bedankt voor je bezoek, jongen. Dank je wel. Het is de Boukeweek op Radio Continu. Ja, Bouke heeft een nieuw album uit en dat zal je weten ook. En een nieuwe single. En dat is dan weer dit liedje. Hier is Julie.